allemaal, wat super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw Peuterlab filmpje. Vandaag gaan we iets ontzettend leuks doen, namelijk we gaan vogelvoer maken om in de tuin of op je balkon te hangen. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Vertel eens even wat we nodig hebben, Anna. CD-rolletjes en vogelzaad, pindakaas. Wat het rijmt. Mes. En een mes om de pindakaas mee te smeren. En hoe gaan we beginnen? Je begint met pindakaas. Het wc-rolletje lekker goed in te smeren met een beetje pindakaas. Zo. Dan gaat hij lekker plakken. Ik ga de vogeltjes er lekker van eten. Ja, hè? Dat denk ik ook wel. En grote duiven. Grote duiven. En wat nog meer, hoe heet die zwarte vogels ook alweer? Kraaien. Kraaien. En welke had mama een keer gezien? Musjes. Musjes en eentje met een rood buikje, hè? Hoe heet die? Het rood borstje. Ja, ja. Ik lik gewoon mijn duim af. Ja, dat kan. Ze lekker. Ja, hè? Als jullie de wc-rolletjes goed hebben ingesmeerd met de pindakaas, dan gaan we er door het vogelzaad rollen. Ik heb even wat vogelzaad op een dienblad gelegd. Je kan het natuurlijk ook gewoon op een bord leggen. Het is een beetje drogen. Ja. Kijk. Zoals je ziet hebben we de wc-rolletjes mooi in het vogelzaad gerold. En dan gaan we nu een touwtje er doorheen doen, zodat je hem in je tuin of op je balkon kunt ophangen. Zo, hang er maar doorheen. Kijk, daar komt ie. Dan kunnen we hier een krookje in maken. Je kan er bijvoorbeeld ook twee achter elkaar hangen. Een soort ketting maken ervan. Zoals je ziet hebben we twee hele mooie vogelvoerkettingen gemaakt. Heel veel plezier thuis met deze activiteit. En we hopen jullie natuurlijk weer heel snel te zien. Doei allemaal!